Het is maandag 21 juni. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Politie arresteert man die met minipistool politici heeft bedreigd. Politie en justitie zijn begonnen met een huiszoeking in een woning aan de Schilpenoordstraat in Rotterdam-Sjaarloos. Het gaat om het huis van de 37-jarige man die gisterenmiddag politiepersoneel bedreigde met een minipistooltje. De man zit vast. Duidelijk is in ieder geval dat de man boos is nadat hij eerder geprobeerd had het minipistooltje onder de aandacht bij justitie te brengen met het verzoek om dit soort wapens onder de wapenwet te laten vallen. De man meldde zich gisteren in de loop van de dag bij het politiebureau Slingen in Zuidwijk in de deelgemeente Sjaarloos. Mensen die denken dat de politie iets doet tegen het minipistooltje, zullen we dat eens even gaan testen. Gaf aan dat hij wilde praten over het minipistool, waar hij al een enige tijd mee bezig is natuurlijk, om dat in de publiciteit te brengen. Ik heb een heel klein pistooltje. Dat ding is volgens mij levensgevaarlijk. Ik heb hier een brief van de officier van justitie, van meester Groen, die blijft beweren dat dit speelgoed is. Hij is gelaten, dus ik zou het jullie niet aanraden. Dat het speelgoed is, ik mag hem ook gewoon hebben, wat ik zelfs aan kinderen kan verkopen. Dus ik dacht, ik laat het gewoon even bij de politie zien. Dan kunnen jullie daar vast wel wat mee doen, denk ik. Werd op een gegeven moment erg vervelend en bedreigde daar uiteindelijk ook de baliemedewerkster. En schoot in haar richting. Dit is de hoogste baas van het openbaar ministerie. Laat het daar even van even te houden. Kijk, snap je wat ik bedoel? Dat kan toch niet? Weet je wat ik nou doe? Je bent niet, die gaat duidelijk, dan gaat hier niet mee naar buiten. Waarom? Omdat ik dat zeg. Kijk, weet je wat het probleem is? Ja, het probleem is dat je niet naar buiten gaat. Kijk, het probleem is. Hoor je dat ik zeg het niet? Nee, waarom? We gaan nu morgen zo even. Ja, dan laat je het even uitkrappen. Lijkt erop alsof u een beetje te maken heeft met een patiënt, hè, hier. Ja, daar kan ik eerlijk gezegd geen oordeel over vellen natuurlijk. Ik vind het een heel vervelende situatie. En misschien was dit de man's 5 minutes of fame. Nou, helaas kan ik daar nu niet van genieten. Hey, wie is er komen weg, dan gaan we tegen die weer. Ik hoor het graag geluisterd. Ja, als je niet naar buiten gaat, dan word je geluisterd. Nee, ik hoor het luisteren nou wel even. Nee, want je zag hier een beetje iets uit. Nee, het luisteren nou, die gaan nu naar buiten schijnen. Luister nou. Die gaan nu naar buiten schijnen weer. Nee. Hoor je wat ik zeg of niet? Ik hoor het nu dat je het bedoel. Ik word graag gearresteerd. Hoor je nu dat je het bedoel. Ik word graag gearresteerd. Met deze regel, dat is mooi. Ja, wacht even, ik heb nog zo'n ding. Hier, neem maar mee. Nee, je mag ze hebben. Nee, maar. Zo. Hand op je rug. Hand op je rug. Nou, dan is het even rustig. Je hebt je hand op je rug. Luister nou. Je moet gewoon rustig met me praten. Ah, nee. Overigens laten enkele buurtbewoners van de man weten dat het eigenlijk om een best aardige buurman gaat. Justitie en politie zijn inmiddels begonnen aan een uitgebreid onderzoek in zijn woning. Zichzelf gemeld, en dat hebben we ook eigenlijk natuurlijk het liefst, dat op het moment dat we de oproep doen, mensen zelf naar het politiebureau gaan.